Welkom bij weer een volgende aflevering van de Klimaatnerds Podcast. Welke aflevering? Dat is inmiddels niet meer heel duidelijk. Dat maakt verder niet uit. Want ik zit hier deze keer met Wout van der Heijden, oprichter van Kikstad en interim manager bij de gemeente Leiden. Ik, ben, ik zag een artikel en ik was gelijk gecharmeerd. Mooi project. En ja, gewoon de schrijfstijl vond ik ook erg interessant. Dus nu zitten we hier bij elkaar. Dus wie ben je? <laughs> Vertel. Um, ik ben Wout. Um, wat je al zegt, de oprichter van Kikstad. Mijn um, eigen bedrijf, ongeveer een dik jaar mee bezig. Klein teamje en uh, we groeien we hard. Uh, onze focus is duurzame stadsontwikkeling. Dus de ontwikkeling van de stad, gebiedsontwikkeling... opgaven, uh, vaak binnenstedelijk. En dan uh, eigenlijk verduurzaming als een van de belangrijkste aandachtspunten. Um, en in die rol uh, werk ik al een aantal jaar... Uh, interim voor de gemeente leiden aan het stationsgebied. Oké. Okay. En um, inderdaad, wat meer over, uh, over Kickstad. Hoe ben je tot het idee gekomen om dat uh, op te richten? Was, wat was daar de. Uh, ik, ik ben al langer uh, ondernemer. Uh, ik heb eerst een ander bedrijf gehad. Uh, en eigenlijk een jaar geleden ben ik Kickstad begonnen uh, vanuit de drive om, uh, om weer echt uh, helemaal voor mezelf een, uh, een bedrijf te starten. En uh, uh, ik zag nog steeds de focus, uh, gebiedsontwikkeling en verduurzaming, waar dat bij elkaar komt, daar is nog echt een wereld in te winnen. Uh, dus dat, is, uh, dat was eigenlijk de, een vrij duidelijke keus voor de, voor de focus van het, uh, van het bedrijf. En voor de rest vind ik het heel belangrijk, welke manier werk je dan? Uh, we hebben een aantal dingen aan de voorkant gezegd, hoe uh, wij vanuit Kickstarter herkend willen worden. Uh, eigenlijk het denken als een start-up, dat vind ik een heel belangrijk element. Die in gebiedsontwikkeling nog niet zoveel uh, voorkomt. Gebiedsontwikkeling gaat vaak over hele lange plannen, over langere termijn, over masterplannen, over grote grondexploitaties. Uh, en daarin doen we met z'n allen alsof we weten wat er over 10, 15 jaar gaat gebeuren en hoe de wereld er dan uitziet. Uh, precies. <laughs> Maar eigenlijk kom je er, als je zo'n plan vastgesteld hebt, de dag erna achter dat de wereld toch vaak anders in elkaar zit. Dus hoe ga je daar nou mee om? Ja. Uh, en ik vind die metafoor van de start-up, vind ik daar interessant in. In de technologie, industrie, is het natuurlijk heel vaak uh, uh, al uh, bewezen dat je ook heel klein kunt beginnen, kunt ontwikkelen, kunt testen, kunt reviewen. Vaak met je klanten samen een nieuw product uh, ontwikkelen. En zo het uitbouwen naar een langere termijn plan. Ja. juist die manier van denken vind ik heel leuk Dus belangrijk. echt dat, dat experimentele karakter en echt uh, dingen durven die misschien een gevestigde partij ja. uh, niet over na zou denken. Dat is ja. dan wat je er heel erg ja. in ziet. Ja. Ja. Okay, dat is een mooie filosofie. Ja. nou Dus dat is een van de, een van de drie uh, uh, punten waarmee we gestart zijn. Een uh, andere is, uh, om dat te kunnen doen in de gebiedsontwikkeling zul je altijd coalities moeten vormen. Dus je moet altijd die samenwerking opzoeken tussen publieke en private partijen. Uh, je moet bewoners betrekken, je moet je, je eindklant zo gezegd betrekken bij zo'n gebiedsontwikkeling. En bij het tot stand komen ervan wil je echt een, een, een op langere termijn duurzaam plan maken. Uh, dus die coalitievorming is belangrijk. Uh, en, maar dat is meer, meer een persoonlijke filosofie. Kan niet bestaat niet. Want ik geloof gewoon niet dat er een opgave te groot is om op te lossen. Uh, het vraagt alleen de juiste mensen en de juiste filosofie om dat, om dat aan te pakken. Nou, die drie bij elkaar, dat is ongeveer de filosofie van, uh, van Kickstart waarmee ik begonnen ben. En uh, nou, dat uh, maakt uh, een leuk bedrijf. Ja, ja nee, en uh, inderdaad, dat artikel waar ik het dan over had, uh, dat uh, de, de duurzaamste kilometer uh, van Nederland. Ja. Um, daar stonden ook heel veel van die elementen in inderdaad, want ik uh, ik die dan inderdaad ook hetzelfde, hetzelfde wat jij zegt altijd op zoek ben naar die naar die twee werelden bij elkaar brengen. En in dit geval dan gebiedsontwikkeling en uh, en, en duurzaamheid. Ja. Dat je zo verschrikkelijk veel partijen bij elkaar aan aan tafel uh, had. Waren er 29? Ik? Ja. 29 partijen. Nou toen ik dat zag dan was het gewoon dit voor mij. Hoe, 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 hoe Waar, ten eerste, waarom willen ze allemaal meedoen? En ten tweede, hoe is dat voor elkaar gekregen? Want dat zijn... Ja, dat is, dat is een goede vraag. Het zijn overigens, als ik denk ik ga tellen... en ik kijk naar uh, de lijst mensen die we betrekken bij die community... is nog veel groter. Dus er zijn een hele hoop mensen die wel in de community meedenken... maar niet per se uh, lid zijn. Of in de zin dat ze de Green Deal getekend hebben. Dus ja. er zijn 29 partijen die de Green Deal getekend hebben. Um, en je moet die Green Deal eigenlijk zien als echt een... Uh, een soort van manifest waarin de ambitie staat om die duurzaamste kilometer van Nederland te worden in 2025. Uh, en wat voor basisspelregels we daar uh, met elkaar voor afgesproken hebben. Um, en dat zijn dus partijen van, uh, van eigenlijk de in een gebiedsontwikkeling de meer geëigende partijen. Dus uiteraard de gemeente, uh, de provincie Zuid-Holland. Uh, ontwikkelaars, beleggers uh, dus eigenlijk de, 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 de commerciële en overheidspartijen die je zou verwachten in zo'n gebiedsontwikkeling, mm. maar ook uh, partijen die daar heel belangrijk in zijn als een waterschap, uh, in dit geval als een stationsgebied dus ook NS en ProRail zijn, uh, zijn deelnemer uh, uh, maar als je, uh, als je breder kijkt uh, uh, de bedrijvenvereniging van de Schipholweg het, is, uh, de, het gebied waar het uh, voor een groot deel over gaat, uh, omwonenden van, uh, van dat gebied dus het zijn ook bewoners, het zijn ook eh, ondernemers in het gebied. Eh, nutspartijen, uiteraard. Eh, kennispartners. Eh, eh, dus het zijn eigenlijk een hele brede coalitie aan partijen die daar aan deelnemen. Ja. Um, en ja, hoe brengen we die bij, bij elkaar? Ik denk eigenlijk dat je die alleen maar bij elkaar brengt met een wervend verhaal. Dus um, toen het idee ontstond, hebben we ook gezegd: dit vraagt om extreem goede marketing. Natuurlijk moet het verhaal goed zijn, maar je moet het ook goed verkopen. Dus met alleen een goed verhaal kom je er niet. Met alleen goede marketing kom je er ook niet. Maar de bundeling daarvan, dat maakt dat het extreem krachtig is. Mm -hmm. um, daarom hebben we die stip op de horizon, het duurzaamste kilometer van Nederland. Dat is natuurlijk een long shot. Dat is ook een, ook echt wel een soort van bold statement. Um, maar omdat je dat doet, trigger je wel mensen om te denken, hé, hey, wacht even. Hoe werkt dat dan? En uh, als we dat echt gaan maken, dan wil ik er eigenlijk wel bij zijn. Mm -hmm. Nou ja, dat maakt dat partijen serieus gaan nadenken en ook echt gaan aanhaken. Uh, dus je gaat als, als het ware een beetje samen dromen naar die, naar die stip op de horizon. Ja. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Um, zitten dan de, de grote partijen in elkaar, bij elkaar? Of volgens mij zag ik ook iets voorbij komen dat het in verschillende thema's was. Um, dus hoe, hoe ga je dan, als, je inderdaad, als er dan inderdaad zoveel partijen zeggen van... ik ga meedoen, ik wil hier onderdeel van zijn... Hoe verloopt dat proces, maar dat het best wel een traject met zich mee brengt? Ja, het vrij snel hebben we het uh, hebben het vormgegeven uh, van een van een eerste idee wat ontstond. We hebben een keer een discussie georganiseerd op de stand van de gemeente leiden oh. op de Provada. dat is de vastgoedbeurs jaarlijks vastgoedbeurs in de Rijn Amsterdam. Uh, en we wilden daar toen met onze vastgoedpartners een, een gesprek hebben over verduurzaming. En uh, want we merkten dat. Zowel de gemeente heeft ambitie op verduurzamingsgebied, alle ontwikkelaars hebben ambitie, beleggers hebben ambitie, nutspartijen hebben ambitie, dat zijn dan de partijen die daar die vastgebeurs bij elkaar waren. Mm -hmm. Eigenlijk hebben we die bij elkaar gebracht en gezegd: oké, okay, wat kunnen we nou met al die gezamenlijke ambitie? En zit er echt een echte gezamenlijke ambitie in, of zijn het allemaal losse eigen ambitietjes? Losse, flodders, uh, Precies. Uh, yeah. um, en eigenlijk de, de conclusie van dat debat daar was: um, er zit waarschijnlijk een hele grote gezamenlijke ambitie ook. En als we die eens gaan bundelen, dan zou er wel eens iets heel moois uit kunnen komen. Dus laten we eens kijken en verkennen of dat inderdaad gaat werken. Nou, dus dat is ooit de start geweest. We hebben daar vrij snel wel de, de noemer duurzaamste kilometer van Nederland opgeplakt... om een soort van stip op de horizon te hebben om met elkaar te zeggen... oké, okay, laten we het dan niet heel vrijblijvend gaan doen... maar laten we dan meteen een soort vlucht vooruit maken naar uh, de duurzaamste kilometer. Wat dat dan ook precies is, hè, want dat wisten we toen helemaal niet... en nu misschien ook nog wel niet genoeg... Um, dus daar zijn we eigenlijk mee begonnen um, en we zijn met die partijen die dat interessant vonden zijn we samen gaan zitten ook echt werksessies gaan organiseren over waar moet het dan over gaan en wat, wat is dan de duurzaamste kilometer welke thema's vallen daar dan onder en um, valt daar dan bijvoorbeeld ook onder uh, of ik als ontwikkelaar op mijn dak zonnepanelen leg nou conclusie toen was nee al die individuele dingen dat gaan we, daar gaan we niks over zeggen juist de dingen waar je elkaar nodig hebt Publiek en privaat, waar het gebouw overstijgend is. Waar het echt op gebiedsniveau uh, uh, een aanpak nodig is. Daar gaan we op focussen, want daar kun je echt het verschil maken. En, en wat voor, heb je daar voorbeelden van? Van waar dan inderdaad die partijen in elkaar uh, overliepen of elkaar nodig hadden? Wat, ja. Wat, je dat ja, dat zijn eigenlijk die cases die we, die we met elkaar gedefinieerd hebben, die je net ook bedoelde. Um, uh, een voorbeeld daarvan is uh, als je kijkt naar groen en biodiversiteit. Uh, veel partijen zijn bezig met vergroening. He, een, een, een gemeente kijkt uiteraard naar de openbare ruimte en de vergoeding daarvan. Uh, veel vastgoedeigenaren en ontwikkelaars voor nieuwbouw denken tegenwoordig na over kunnen we iets met goede gevels doen, kunnen we groen op een goede manier opnemen ja. in, onze, in onze plannen. Uh, in een stationspied in leiden zijn uh, uh, sokkels met terugliggende torens. Dus er ontstaan altijd daken. Waarop je groen kunt toepassen. Dus eigenlijk iedereen denkt over groen na. Wil ook vergroenen. Maar de vraag is, als iedereen dat op zijn eigen eilandje doet. Dus een privéwoningje in zijn tuintje, de gemeente in de openbare ruimte, een ontwikkelaar op zijn, op zijn tussendak. Uh, of dat dan effectief is. Ja. Of dat als je dat als integraal groen zou zien. Dan kun je waarschijnlijk veel meer doen voor bijvoorbeeld hittestress. Kun je veel beter afstemmen welke plantensoort moet nou eigenlijk waar komen. Uh, zodat je een ecosysteem ontwikkelt ja. in zo'n stad. Dus je gaat meer op gebiedsniveau naar een ecosysteem nadenken. Wat dan ook veel beter is voor je, voor je, uh, je beestjes die daar gebruik van willen maken. Uh, uh, anders dan dat je het allemaal op je eigen eilandje zou doen. Ja. Nou, dat is een voorbeeld van wat we als case gedefinieerd hebben daarbinnen. Ja. En je noemt dus nu inderdaad een van die thema's. Dat zijn er ja. heel wat, geloof ik. Voor ja. mij was het nog meer circulariteit, ja. uh, energie, ja. afval. Uh, ja, circulariteit uh, hebben, hebben, hebben we met name gefocust op uh, uh, sloopafval en, uh, en bouw. Omdat in het gebied, ik, circulariteit is natuurlijk een extreem breed thema, maar in dit gebied, als je kijkt naar stofstromen, uh, is uh, bouw en sloop verreweg de komende jaren de grootste. Dus tot 2025 gerealiseerd, ja. geraneerd. Dus omdat die stofstromen zo groot zijn, hebben we gezegd, we, bij, binnen circulariteit focussen we even op uh, uh, sloop en, op fase, uh, en bouw. Ja. Uh, uh, duurzame warmte en koude. Dus, uh, dus warmte en koude, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om met je bodembronnen? Uh, hoe ga je om met het warmtenetwerk? Wat er, uh, wat er ligt en hoe koppel je dat slim aan elkaar? Wat moet je daarvoor doen? Ook weer op gebiedsniveau. Uh, uh, elektriciteit, dus met name uh, zon als enorme potentie in het gebied. Omdat er heel veel daken zijn in het gebied die nog onbenut zijn. Uh, maar ook de uitdaging van veel moderne gebouwen met redelijk slanke torens. Dat zon op een dak van een toren veel te weinig is om het gebouw van elektriciteit te voorzien. Ja. Dus hoe ga je daarmee om? Uh, en kun je dan de collectiviteit opzoeken met uh, gebouwen die misschien heel langgerekt zijn, grote daken hebben, maar juist geen eigen vraag ja. naar elektriciteit? Ja, nee, ik... nou, dus daar ook weer die koppeling op gebied. In, uh, ik weet even niet meer welk land in uh, Scandinavië het was, volgens mij Zweden, dan hebben ze het inderdaad ook zo geregeld dat je, dat je per, niet, niet per se per wijk geloof ik, maar met een aantal woningen kan je dat dan gewoon regelen. Dat het, uh, dat het collectief gedaan wordt. Ja. En dat je dan niet het gezeur hebt... dat het per se vanuit jou... bij jou opgewekt moet worden... om ervoor te zorgen dat het van jou is. Ja. En in Nederland zijn er natuurlijk ook al wel mogelijkheden voor... dat het gemeenschappelijk is. Bijvoorbeeld bij, met een, een dak vanuit uh, beer van de gemeente. Maar inderdaad dat meer denken... in dat, uh, die collectieve zin is natuurlijk heel waardevol. Ja, ja. precies. Dus dat zijn, uh, dat zijn een aantal van de, van de voorbeelden. En uiteraard nog... Uh, uh, Waterretentie, dus uh, uh, hoe kun je zorgen dat je, dat je droge voeten houdt met elkaar. Daar moet je natuurlijk ook een aantal ingrepen voor in zo'n gebied doen. Zowel in de openbare ruimte als in privé, buitenruimte als op daken. En ook daar zie je weer dat het systeem veel effectiever en robuuster wordt... op het moment dat je dat allemaal combineert. Uh, en dan ga je er ook als waterschap en als gemeente profijt van hebben... bijvoorbeeld in het uh, werken van je rioolstelsel. Ja, want ik, ik zag volgens mij daarover inderdaad wel een, ook een leuke wisselwerking. Dat het volgens mij was... Dat er uiteindelijk een groter retentiegebied uh, op een dak was, uh, was gebruikt. En dat het dan inderdaad gewoon is dat er meer regen opgevangen opgev kon worden. Maar ook dat het dan in de zomertijden weer gebruikt kon worden voor uh, iets van een, ook een groene daktuin of zo. Ja, ja. ja dat, dat is natuurlijk een hele mooie toepassing als je het water kunt vasthouden, eh, wat, als het regent en je, en je, je, houdt het water vast, dan kun je het weer gebruiken. Ja. Normaal gesproken stroomt het af naar het riool, bij het kwijt, kun je het natuurlijk niet meer gebruiken eigenlijk. Zeker, in ieder geval niet als pandeigenaar. Ja. Je kunt dat later natuurlijk als gemeente nog gebruiken. Uh, maar, uh, in dit geval uh, is het idee dat je als gebouw eigenlijk je eigen water wat op jouw kavel valt opvangt. En daarna kun je ermee doen wat je wil. Ja. En in dit geval is het, Heel logisch, omdat in die panden ook allemaal daktuinen zijn. Ja. Dat je het water in ieder geval gebruikt voor de beregening van je daktuin. Dan nou, kan het zijn dat je in de zomer wat tekort hebt. Kun je natuurlijk nog met gewoon uh, water bij, uh, bijvullen. Maar voor een heel groot deel van het jaar heb je eigenlijk voldoende aan het regenwater wat er valt om je daktuin ook, uh, ook van water te voorzien. Ja. Uh, en dat werkt dan met een, uh, met een uh, zogenaamd smart flow systeem. Dus het, uh, de regen valt op het dak. Het dak houdt het zoveel mogelijk vast. Uh, maar zorgt wel dat als er weer een nieuwe bui aankomt, dat het heel langzaam aan het riool afgevloeid wordt voordat die nieuwe bui eraan komt. Zodat hij eigenlijk die, altijd die functie van waterbuffer openhoudt. Uh, dus er zit een koppeling met een weerstation en, uh, en een app om te zorgen dat, dat die waterbuffer altijd leeg is op het moment dat er een grote bui aankomt. Ja. Dus daarmee werkt die daadwerkelijk ontlastend voor het riool ook. Kijk, dan... Nou, het is ook in business. Precies. Als, uh, met, precies. Dit soort, uh, met dit ja. soort, inderdaad. Want dan, dan begint echt die. Want integraal is natuurlijk een woord wat, uh, wat gebruikt wordt alsof het snoep is. We moeten ja. integrale gaan denken. Ja. Ook binnen gemeentes. Maar het is uiteindelijk natuurlijk de invulling uh, die echt belangrijk is. Ja. Um, en, en hoe zie je nou dat, dat, die, dat die partijen erin staan? Zeg maar, um, ze, is, het, is het dat ze dan inderdaad vooral in, in zo'n droom in, instappen? Dus zo'n duurzaamste kilometer? Of zie je ook. Dat, ze, dat er bijvoorbeeld een nauwlettend uh, oog is van afdelingen die zeggen, nou, hoe gaan we dit nou verder uitrollen? Zijn er partijen die daar, uh, die daar, die daar echt dit, dit gebruiken, zeg maar, als een soort van experimenteerlab voor uh, andere projecten? Of zie je dat de partijen... Uh... Ja, ik denk, dat, um, ik denk dat voor veel partijen die deelnemen, het ook enerzijds is uh, uh, echt gewoon een keer gaan doen. Uh, dus ja. bijvoorbeeld zo'n poldak realiseren... in een nou ja, soort gecontroleerde omgeving eigenlijk... Hè? de gemeente eist het niet... maar we hebben met elkaar de ambitie om het te doen... dat maakt het toch net iets minder... Uh, 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 net iets minder uh, precaire situatie... dus je kunt eigenlijk mooi experimenteren... je kunt het proberen... en werkt het, dan is het fantastisch... werkt het niet, kun je nog wat bijstellen... Ja. het is niet een hele harde eis met boetes... Uh, dus juist die veilige omgeving... om iets te testen, daar geloof ik heel sterk in... Ja. Um, en ik denk dat het, het heel veel van dit soort experimenten zijn voor een gemeente ook weer de opmaat naar bijvoorbeeld beleidsvorming. Dus dat als je in een gebied bewijst met het eerste pand, uh, waar we het net over hadden, met een polderdak, wat nu bijna opgeleverd wordt, uh, dat het kan. En het tweede project neemt het al vanaf het ontwerp mee, en daar kan het ook. En het derde project gaat het ook meenemen, en eigenlijk is daarmee, zijn alle nieuwe panden krijgen polderdaken. Uh, dan heb je daarmee aangetoond in de markt. Zonder dat je dat als gemeente hebt afgedwongen, ja. dat het kan en dat het ook financieel haalbaar is en dat het ook werkt, ja. uh, dan kun je het testen, je kunt het meten, je kunt er allerlei gegevens uithalen. En dat is eigenlijk een opmaat naar bijvoorbeeld een, uh, uh, een verordening waarin je zegt vanaf nu gebeurt dat altijd. Ja. Of in elke uitvraag die ik nu doe als gemeente voor de verkoop van een kavel, neem ik dit nu als verplichtend op. Want ik weet dat het kan. Ja. Uh, dus het is prettiger dat als je het op je eigen grondgebied getest hebt om het dan uh, uh, verplichtend voor te schrijven... met bijvoorbeeld drie, vier referenties in de buurt... dan dat je het verplicht stelt... en niemand het ooit nog gedaan heeft... en je eigenlijk het zelf ook niet helemaal in de hand hebt. Ja, dus, dus eigenlijk doordat je... je, je hebt natuurlijk altijd met onzekerheden te maken... Als je, dat, uh, als je iets de eerste keer doet. Ja. Doordat je daar niet gelijk van zegt... oké, okay, het moet de eerste keer werken... en het moet uh, aan deze eisen voldoen... en het moet al die moedjes zeg maar... om daar zoveel mogelijk ruimte in te bieden... Ja. Um, Bied je en de kans aan die partijen dat ze zeggen: van oké, okay, nou ik kan die aan tafel schuiven. en dat ze zelf ook bij zichzelf denken: ik ga misschien net een stapje verder in dat uh, experimentele uh, niveau. Ja. En dat je dus uiteindelijk ook kan zeggen: uh, inderdaad, binnen een gemeente. van ja, nou we hebben gewoon een voorbeeld, hier is het gedaan, ze zijn het nu daar aan het doen en het werkt. Ja, precies. Ja, dat is wel mooi. Nou, ja, En zelfs wat ik van, uh, van vastgoedpartijen terugkrijg. <coughs> vinden ze het heel prettig om in Leiden uh, aan de slag te zijn en te investeren. Juist omdat er zo'n collectieve ambitie is. Okay. Dus het maakt het eigenlijk nog aantrekkelijker voor partijen... om hier te gaan investeren. Omdat het ook uh, aan, aan marketing uh, voor hun interessant kan zijn. Ja, precies. Dus dat, uh, omdat je eigenlijk alle partijen betrekt... dat de ondernemers en bewoners uh, misschien niet tegen gaan sputteren... maar dat ze juist uh, energie voelen voor een project... en dat het natuurlijk ook prettig is als je woningen wil verkopen... Of... Uh, in de utiliteitsbouw uh, iets wil doen, dat is ja op zich ja. wel logisch. Ja, ja ik denk dat het, dat het misschien inderdaad voor, voor bijvoorbeeld woningverkoop prettig kan zijn. Uh, tegelijkertijd is het ook gewoon, veel, veel partijen zijn natuurlijk ook gewoon echt intrinsiek gemotiveerd om deel te nemen aan de energietransitie om hun steentje bij te dragen aan de verduurzaming van zo'n gebied. Ja. Uh, en uh, als je dat alleen maar in jouw eigen project probeert te doen en daar heel goed in bent, dan is het maar een klein steentje. Maar als je dat op gebiedsniveau ziet gebeuren... en iedereen doet daar aan mee... ja, ja. dan ineens is het veel interessanter om als partij ook te zeggen... hé, hey, we zijn aan het investeren in zo'n gebied. Uh, dat doen we door extra te investeren in ons eigen pand. Maar kijk eens wat er op gebiedsniveau dan ontstaat. Ja. Dus het maakt het ook aantrekkelijk voor, uh, voor, voor vastgoedpartners... om echt naar zo'n gebied uh, te kijken om extra te gaan investeren. Ja. En was er nog dat er bepaalde stakeholders uh, minder of dat je daar meer moeite voor moest doen om die betrekken? En dan bedoel ik uh, misschien minder de marktpartijen, maar bewoners of ondernemers. Zaten daar bepaalde verschillen in? Dat je dacht van uh, die krijgen we moeilijker mee of die krijgen we makkelijker mee? Of? Ja, er zijn natuurlijk, je, hebt altijd verschillen, verschillen. je hebt altijd verschillen en er zijn, uh, uh, je zou naar de lijst kunnen kijken en, uh, en, en een hele hoop partijen op kunnen noemen die absoluut nog aan zouden kunnen haken. Ja. Alleen waar ik heel erg naar kijk is welke partijen hebben nu gewoon gezegd, uh, wij gaan ervoor. En dat zijn nu ja. 29 partijen. Uh, en sommige waren uh, vanaf dag 1 zijn ze gaan mee uh, trekken en duwen om het voor elkaar te krijgen. Anderen zijn later in het proces ingestroomd. Maar iedereen heeft zijn eigen dynamiek binnen zo'n partij. Dus het is ook het is geen. Uh, er zit geen waardeoordeel in of je nou wel of niet aanhaakt. En ja. of, of je het snel of, of, of uh, langzaam doet. Uh, sommige partijen hebben natuurlijk gewoon een belangrijke legal afdeling. die zo'n Green Deal eventjes uh, goed uh, moeten fileren. voordat je het mag tekenen of niet. Ja. Andere partijen kunnen heel snel schakelen. Dus. Um, ik ben er heel blij mee dat er 29 partijen zijn. Dat die ook uh, uh, actief willen deelnemen. Ja. We hebben ook altijd gezegd dat moet vanuit je eigen. Positieve business case, dus het moet ook echt een eigen belang dienen. Als het geen eigen belang voor zo'n partij dient, dan uh, ga je ook niet uh, heel actief aan zo'n gesprek uh, deelnemen of ga je ook niet investeren. Dus je ziet dat bijvoorbeeld uh, ontwikkelaars, bouwers, beleggers met name natuurlijk op hun eigen pand en hun eigen investering uh, uh, kijken. Uh, en vanuit daar bijvoorbeeld wel weer kennis overdragen naar andere partijen. Dus, dat, uh, ja, dus iedereen pakt zijn eigen uh, steentje, uh, uh, doet wat hij, wat, hij, wat hij kan doen ja, in zijn eigen belangen. En daar zit toch ook wel weer een, een soort van, van vrijheid in, die, denk, die ik denk dat in zo'n samenwerking wel echt veel succes uh, met zich meebrengt. Dat je inderdaad zegt: van oké, okay, nou ja, uh, we weten dat die partijen verschillend zijn en dat we die niet over één kam kunnen scheren. Ja. Dus de ene kan inderdaad ook laten aanhaken. Ja. Um, ja, dat is, ja, dat is denk ik ook wel Er uh... zit, zit natuurlijk ook wel een keerzijde aan, hè? want het, dat is wel goed om, uh, om, die ook, <laughs> uh, om die ook te benoemen. Ja, precies. Um, uh, we zijn natuurlijk begonnen met een hele hoge verwachting. Dus echt met een, met een mooie stip op de horizon, met goede marketing, met ja. uh, 29 partijen, uh, gaaf event om het te tekenen, uh, veel media-aandacht. En dan verwacht iedereen ook dat een maand later de eerste resultaten er zijn. Dus we hebben ook gezegd... en nu moeten we vol op de resultaten gaan focussen... Mm -hmm. en ook over die resultaten gaan communiceren. Nou is dat natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Dus uh, uh, die resultaten zitten vaak bijvoorbeeld in vastgoedontwikkelingen. Bijvoorbeeld zo'n polderdak waar we het net over hadden... dat uh, uh, is op Lorenz fase 1 wordt dat gerealiseerd. Uh, uh, Lorenz wordt opgeleverd ergens in het eerste kwartaal 2020. Dus dan pas heb je het succes van het polderdak. Ja. Terwijl dat natuurlijk al maanden, en misschien ja, dat... inmiddels al wel dit jaar, ja, want... uh, geleden over besloten is. Want dat artikel, dat was volgens mij, zag ik ook in iets staan van, inderdaad, uh, eind juni, dan uh, beginnen we, dat was van dit jaar geloof ik, eind juni, dan kwam er iets of zo, dan begonnen, dan gingen, gingen er dingen van start. Ja. Dus dan zit er natuurlijk wel een eind tussen, inderdaad, ja. als je, als je dat begin 2020, ja. inderdaad, zo'n mooi, stukje over kan, uh, ja. kan maken. Dus je ziet dat, dat, uh, dat maakt partijen soms ook ongeduldig. Hè? Uh, okay. uh, sommige partijen zeggen: hey, maar wat, wat gebeurt er dan? En gebeurt er dan wel genoeg? En uh, bereiken we wel genoeg op korte termijn? Anderen stellen met name de vraag: weten we nou eigenlijk wel precies wat we in 2025 nodig hebben om te kunnen claimen dat we de duurzaamste kilometer zijn? Eigenlijk ook nog niet genoeg. Mm -hmm. Dus er zitten eigenlijk twee grote uitdagingen in mijn beleving. En daar zijn we nu aan het proberen om die, die verder uh, op te lossen. Hoe maak je nou die stip op de horizon concreet? En uh, daar heb je eigenlijk gewoon natuurlijk uh, kennispartners bij nodig. Dus bijvoorbeeld universiteiten bij nodig. Of, uh, of echt experts die op onderdelen kunnen invullen van wat is nou de duurzaamste kilo, wat maakt nou de duurzaamste kilometer in 2025? Dus daar zijn we mee bezig enerzijds. Dat vraagt ook, ook best wel veel tijd en, en, uh, en inzet van iedereen. En ook de concrete resultaten en hoe je die ook zichtbaar maakt. Ja. En het liefst ook nog meetbaar maakt. Dus wat ja. draagt het nou bij? Nou, het is best wel het best ingewikkeld. En omdat dat beide best ingewikkeld is, zie je dat soms ook mensen inderdaad een beetje afhaken van ja. Ik, ik hoor een tijdje niks, er gebeurt er wel iets? Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk, en dat is een beetje de referentie na het begin. Bij een start-up heb je dat ook vaak. Enorme verwachtingen van wat, wat, voor, wat voor wereldbestormend idee die start-up nou in gepresenteerd heeft. En dan komt er een hele tijd niks. En op een gegeven moment kom je op het niveau dat je inderdaad een soort van productief echt producten gaat leveren. scale up inderdaad. Precies. Ja. En dan ga je echt weer weer bouwen. Dus we, ik denk dat we bij de duurzaamste kilometer ongeveer op het niveau komen dat we ook echt resultaten kunnen gaan laten zien. Dus eigenlijk echt die productiefase in uh, inkomen. Ja. Um, ja. En en uh, we hebben niet voor niks ook met elkaar in het begin gezegd. Het is echt een proces om ook te leren met elkaar. Dus we willen ook leren hoe zo'n coalitie werkt. We willen ook leren hoe samenwerking werkt. Ja. En als het onvoldoende werkt op de hele vrijblijvende manier, waar we inmiddels wel een beetje achter zijn, nou, dan moeten we het iets minder vrijblijvend maken. Ja. Dus dat is dan weer een nieuwe zoektocht. Ja, maar ja, ik denk, ik denk ook dat. Het is natuurlijk uh, leuk dat je daar. Uh, dat daar de communicatie bij is en dat er dan ook hoge verwachtingen zijn. Maar ik denk ook dat het. Het is natuurlijk ook heel ambitieus. Um, als je en. ...en duurzaam en integraal... Um, ...wat denk ik ook heel veel met elkaar te maken heeft... Uh, ...dat is eigenlijk wat je zelf ook al aangaf... Uh, <laughs> ...dat het ook wel... ...het is niet alsof dat al duizend keer gedaan is... ...en of er al miljoen voorbeelden van zijn... ...dus ik denk ook dat... dat ...juist het nauwlettend volgen van zoiets... ...en ondanks dat, het, dat daar een, soms dan even de spanning uitvalt... ...dat het ook, dat het ook moet... ...je moet ook uh, daar de rust voor nemen... Want nu lijkt dat veel tijd misschien voor mensen die daar als partij in zitten. Maar uiteindelijk, als je hier daar de sleutels voor vindt en je daar als pa partij um, um, een pionier in kan en mag zijn. Dan ben je misschien wel voor de komende 20, 30, 40 jaar ben je een koploper. Dus dat vind ik dan de andere kant van het verhaal. En het, er, zullen men, er zullen partijen zijn die zeggen van, joh, ik zie dat er niet in. De partijen die dat wel doen, die hebben daar uiteindelijk weer het voordeel aan. Lijkt het me een super interessant project om uh, uh, te blijven volgen. Is dat, hoe, hoe volg je dit project? Als je inderdaad, uh, omdat je vertelt net dat er natuurlijk soms wat lange, lange periodes tussen zitten, uh, hebben jullie daar een plek voor waar jullie uh, informatie verzamelen? Of? Ja, dus sowieso is er uh, duurzaamskilometer.nl, website. Okay. Is ook uh, kun je aanmelden voor een nieuwsbrief. Dus dat zijn eigenlijk de twee hoofdmedia die we hebben. We willen ook die website actiever gaan inzetten om ook de successen te delen. Ja. Precies waar we het net over hadden. Uh, maar dat zijn... Dus dat als je echt op de hoogte wil blijven... dan uh, uh, volg uh, de nieuwsbrief. Dat is de, dat is de mooiste, mooiste medium. Oké. Okay. En hoe vaak uh, kan ik die dan in, uh, in mijn inbox verwachten als ik die volg? Nou, uh, ik denk gemiddeld één keer per twee maanden ongeveer. Oh, oké. Okay. Nee, dat, het niet, uh, dat ik niet helemaal vol zit. Oké. Okay. Um, en hoe... Uh, hoe neem je dit zelf als uh, Kikstad en als persoon? Hoe neem je dit zelf mee, die ervaringen die je hier ziet? Zijn er speciale lessen waar je van denkt: van joh, uh, toen ik eraan begon, had ik die toch minder in het vizier als dat ik die nu heb? Ja, de, eigenlijk de, de, wat we nu als valkuilen uh, zien, of, 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 of zeg maar de, de uitdagingen die we, die we geleerd hebben, die we gezien, zijn, gezien hebben, is uh, met name sturing. Dus... Kun je het helemaal loslaten? Dus kun je het helemaal bottom-up organiseren? En uh, het, het als het ware vanzelf laten gaan door 29 partijen bij elkaar te brengen, dat kan sowieso niet. We hebben gewerkt met, een, uh, met een, uh, een procesmanager en een innovatiemanager. Die eigenlijk die coalitie geholpen hebben om te innoveren en om het proces te stroomleiden. Dat werkte heel goed. Uh, tegelijkertijd zie je dat we het heel erg dus van onderaf hebben georganiseerd. Um, en dat we de bestuurders die die Green Deal getekend hebben, die hebben we uh, minder in het proces betrokken. En nou, we zien nu ook wel dat het eigenlijk wel heel goed is om juist die bestuurders ook weer meer positie te geven in het proces. Dus dat je en van onderaf op aan het werken bent. En continu van bovenaf die bestuurders te laten hebben, We willen 2025 de duurzaamste kilometer zijn. Dit zijn de onderdelen die wij als organisatie oppakken. Zo gaan we eraan bijdragen. En eigenlijk denken we nu dat de sleutel is door die twee nog beter te laten samenwerken. Dus de mensen die er daadwerkelijk elke dag mee bezig zijn. En de bestuurders, dat die, die wisselwerking waarschijnlijk het beste gaat zijn. Ja, dat, je echt naar elkaar toe, ja. uh, dat het in ieder geval het gevoel geeft dat je naar elkaar toe werkt. Uh, Precies. Ja. Okay. Dus dat, en dat is een dat is okay. van de lessen. Nou ja, en de. Kijk, de, 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 de. Waar ik net een beetje aan refereer, Dus de kracht van marketing. Die, um, die kende ik al en die heeft zich hier eigenlijk weer bewezen. Dus echt. De, de kracht van het goede verhaal, de juiste positionering, uh, een goed beeldmerk er ook bij maken. Dus echt zorgen dat mensen zich gaan identificeren met wat je neerzet aan, aan merk. Um, en tegelijkertijd levert dat natuurlijk ook op dat als je het super strak neerzet, dat mensen ook een hele hoge verwachting hebben. Mm -hmm. Dus het, uh, uh, ondanks dat we het benoemd hadden en het wisten dat die follow-up net zo sterk moest zijn. Blijft die follow-up natuurlijk moeilijker dan een heel goed merk neerzetten en lanceren? Ja. ja dus, uh, dus, nogmaals bevestigt eigenlijk een les die we met elkaar wel benoemd hadden van tevoren, maar nogmaals bevestigt dat dat inderdaad echt zo is. En dat je dus misschien nog wel meer effort moet stoppen in de uitwerking daarvan en de follow-up, uh, uh, naast dat je gewoon een goed, uh, goed verhaal en een goed merk neerzet. Oké. En die managers: een uh, innovatiemanager en een an procesmanager? Ja. Wat deden die? Gingen die naar de partijen toe om met hun aan tafel te zitten en hun te begeleiden? Of hoe moet ik dat voor me zien? Ja, procesmanager met name, dus de coalitie bij elkaar brengen. Zorgen dat er inderdaad voortgang blijft in de ontwikkeling van die cases. Eigenlijk het proces regelen, ook de faciliteiten die daarvoor nodig zijn. Dus nou ja, letterlijk zorgen dat er locaties waar mensen bij elkaar kunnen komen. Uh, de werkvormen introduceren waar mensen op een goede manier met elkaar kunnen werken. Uh, goed luisteren naar wat er in die coalitie speelt en wat er ook nodig is om weer een stap verder te komen. Dus eigenlijk echt een soort van tempo houden in de ontwikkeling binnen die coalitie uh, en innovatie managen met name op de inhoud. Dus met name kijken naar wat gebeurt er in al die cases en hoe kunnen we de inhoud uh, 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 verder brengen. Okay. En uh, dit is een prachtig project. Um, zijn er meer projecten die je op het oog hebt, of um, zijn er projecten waar je aan zou willen werken, of zijn er dingen die je op bepaalde plekken naar buiten zou willen brengen? Als jij, als jij nu aan het stuur stond en niet een van de andere stakeholders die je een opdracht geven, of um, ja, hoe het normaal gaat, zeg maar, als je zelf zou mogen kiezen. Wat zou jij, waar zou jij dan aan de slag willen gaan of hoe zou jij daar aan de slag willen gaan? Goeie vraag. Ja, we ja. mogen even over nadenken, want ja. het is een behoorlijke. Ja, nee. Het is natuurlijk, wat ik het leuke vind, is dat ik in heel veel van de projecten die ik doe, elementen mag meenemen van, uh, van de werkwijze. En het zijn niet altijd dezelfde type projecten. We werken onder andere nu in uh, Vlaardingen aan de herontwikkeling van het Unileverterrein. Dus een groot terrein waar Unilever uh, Research and Development gezeten heeft, uh, of formeel nu nog zit. En begin volgend jaar gaan die vertrekken naar Wageningen. Die gaan met een hele R&D-afdeling naar Wageningen. Dus er komt een heel groot stuk uh, uh, grondvrij aan de Nieuwe Maas en naast het metrostation in Vlaardingen. Fantastisch mooie locatie. Komt dus in één klap 60.000 vierkante meter vastgoed leeg te staan. Um, uh, wij hebben uh, het hele participatietraject begeleid om te komen tot een nieuw masterplan. Uh, maar daar hoort natuurlijk meteen ook bij: hoe vorm je nou een coalitie van partijen binnen Vlaardingen die uh, iets willen gaan doen met dat leeggekomen vastgoed? En die in opmaat naar een nieuwe ontwikkeling met elkaar willen meedenken over wat voor plek gaat dit nou worden en hoe kan ik daar zelf aan bijdragen? Dus daar zit ook weer dat gedachtegoed van coalitievorming bijvoorbeeld heel sterk in. Mm -hmm. Um, en daar komt ook binnenkort het gedachtegoed van marketing weer, uh, weer naar voren, want ook daar gaat het over: hoe zet je zo'n gebied dan op de kaart? Hoe bind je mensen aan een merk wat zo'n gebied moet gaan worden? Um, dus eigenlijk zie je in de meeste van onze uh, uh, gebiedsontwikkelingen waar we aan werken, zie je, uh, zie je dat soort elementen terugkomen. Het kan in tijdelijkheid zijn, het kan in definitieve situatie zijn. Kan de ene keer meer op participatie gefocust zijn, de andere keer meer op gebiedsmarketing. Uh, uh, of echt meer de, 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 de RO-strategische kant. Dus je kunt veel verschillende thema's vanuit eenzelfde gedachtegoed uh, uh, kun je, kun je aanvliegen. Dus je bent eigenlijk al uh, grotendeels ben je aan het doen uh, wat je zou willen doen uh, in die zin. Absoluut, ja, dit, dat, dat is het leuke. Dat, uh, de, de projecten die we, die we, waar we aan mogen werken, <laughs> zijn eigenlijk uh, uh, heel veel gaande projecten, heel veel, projecten, heel veel uh, grote gebiedsontwikkelingen waar we aan mogen werken. Uh, en uh, nou, gelukkig worden we herkend op, uh, op, een, op, een, op een soort van helder gedachtegoed, denk ik. Dus daarmee, ja, daarmee zijn het eigenlijk ook meteen ook leuke projecten. Oké. Okay. En uh, kunnen we Kickstad uh, nog uh, ergens volgen? Uh, zeker, kickstad.nl, de website. Uh, LinkedIn zijn we het meest actief op. Uh, uiteraard kun je mij volgen op LinkedIn. Uh, dus dat, is, uh, dat zijn denk ik de, de mooiste manieren om, uh, om Kickstad te volgen. Ook onze eigen marketing. Uh, ja, precies. Je uh, uh, kan het natuurlijk niet verkondigen uh, bij de rest <laughs> van de wereld en het dan zelf niet doen. Dat nee, uh... precies. <laughs> dus ook die eigen marketing wordt hard aangewerkt. <laughs> ja. uh, dat. Uh, ja, ik denk dat we dat. dat, dat het, uh, ik ben er in ieder geval nog steeds heel blij mee met hoe we dat uh, een jaar geleden neergezet hebben. Mm -hmm. uh, samen gedaan, overigens goed om hier te noemen, met Boom van Maurik. Bureau uit Rotterdam. Mm -hmm. Waarmee we veel samenwerken, zowel in gebiedsontwikkeling als uh, in, de, in de ontwikkeling van mijn eigen merk uh, voor Kickstart. Oké. Okay. En um, als, als we het nog even naar, naar Wout uh, toetrekken. Ja. Um, zijn er nou nog dingen waarvan je zegt over uh, 10, 20 jaar. Zou ik, hier, uh, zou ik hier zelf naartoe uh, of mee geholpen hebben om hier naartoe te groeien? Of zijn er bepaalde dingen die jou zelf uh, intrinsiek motiveren om uh, stappen ja, te maken? Wat, wat ik heel leuk vind is uh, daar waar het mogelijk is om privé te testen waar ik zakelijk over adviseer. Hmm. Hè, dus zakelijk zijn we met grote gebiedsontwikkelingen bezig. Uh, maar uiteindelijk gaat het om mensen die daar gaan wonen en werken en een plekje gaan krijgen. Um, dus als ik privé kan proberen wat het eigenlijk inhoudt om nou, een klein voorbeeld, elektrisch te rijden. Of wat het inhoudt om een groen dakje te leggen. Of wat het inhoudt om uh, een warmtepomp te hebben. Of wat het inhoudt om uh, zonnepanelen op je dak te leggen. Nou, al die dingen probeer ik privé te testen. Um, om ook gewoon te snappen waar adviseer ik nou eigenlijk over. Yeah. En dat als... je kan inleven in zo'n, uh, in wat je iemand daadwerkelijk doet, ja. in plaats van dat je daar alleen maar uh, over praat ja. en dezelfde ervaring van Ja, en ik vind, dat, ik vind dat altijd prettig dat er een, uh, als ik een adviseur inhuur, dat die zelf ook snapt waar hij het over heeft. Op uh, zich. Ja, <laughs> maar dus, nou, dat nou, nou kan dat niet altijd. Dan nou heb ik natuurlijk de gelukkige omstandigheid dat je als ondernemer kun je wat makkelijker dat soort dingen uh, doen vaak. Ja. Uh, dus een, uh, een thuisbatterij installeren. Nou, dat heeft nog niet echt een business case, dus ook best wel prijzig. Mm -hmm. Maar omdat, het, eh, omdat ik het zakelijk kan doen, om, eh, omdat ik ook over dat soort batterijen wil kunnen adviseren, nou, kan ik hem zakelijk ook testen en kijken wat het nou betekent. Ja. Uh, en kun je misschien het, het netwerk mee balanceren met zo'n thuisbatterij. En wat betekent dat dan? Uh, nou, dat vind ik, uh, vind ik leuke dingen om, uh, om te doen. Dus als je vraagt over uh, 10 of 15 jaar. Nou, hopelijk heb ik dan bewezen dat je een, uh, maar iets, een circulair huis kunt, uh, kunt bouwen. Uh, uh, wat uh, misschien wel off the grid is. Of uh, nou, ja. zoiets. Je moet Je Blijven de... dromen. Ja, precies. Ik hoor ze erin. Practice what you preach. Nou, we gaan volgen of je inderdaad uh, wat je blijft spreken en wat je in uitvoering blijft brengen. Ik wil je danken voor het gesprek. Het heeft mij uh, veel helder gemaakt. Dus uh, top. Dankjewel. Jij bedankt. Dankjewel.